Ik sta hier in de prachtige avondzon op een mooie plek bij Oosterwijk in de buurt. Strakke wind uit het oosten, dat wil zeggen. Een wind uit een oorlogsgebied. Straks schijnende zon. Voor de verlichting is dat niet zo goed. Voor de film. Filmtechnisch. Volgens mijn technicus mag dat niet. Te veel contrast tussen licht en donker. Dat is niet goed. Ben ik het helemaal mee eens. Alleen laat het maar een teken zijn van mijn protest tegen de binaire wereld. Waarin je overal een mening over moet hebben. Van goed en kwaad. Slecht of goed. Die binaire wereld, wereld van meningen. Waar geen enkele schaduw, geen enkele nuance, maar dus ook geen enkele kleur meer mogelijk is. Het is uh, onmogelijk om niet over die politieke toestand te spreken, over die oorlog in de Oekraïne. Omdat het steeds beter zichtbaar is dat in menselijke conflicten op de achtergrond een geestelijke strijd plaatsvindt. Of dat conflicten in onze wereld vandaag eigenlijk een voortzetting zijn van geestelijke, geestelijke conflicten die in het verleden. Zijn begonnen. Conflicten die een zekere woede en een verdriet in culturen, in beschavingen, in volken hebben teweeggebracht. En de mensen van vandaag hebben die woede van hun voorvaderen georven, meegekregen en die woede uit zich nu. Het gaat hier niet om één conflict. Het gaat eigenlijk om alle conflicten die in het verleden hebben plaatsgevonden. Het gaat over een geestelijke strijd die al, al heel lang duurt. Althans, je herkent eigenlijk in de strijd van vandaag. Herken je de manier waarop Europa het woord van God heeft ontvangen? Je herkent in de strijd van vandaag. In zekere zin waar de evangelie is afgemaakt, waar ze een zekere voltooiing heeft bereikt, maar waar ze ook weer in de steek is gelaten. Waar men het woord van God heeft gekend, maar ook weer heeft verlaten, of misschien zelfs heeft verraden, afgezworen. Terwijl in andere streken zie je dat die evangelisatie niet zozeer. Is, is, is voltooid. Ze is niet af. Ze is nooit afgemaakt. Een deel van het, de boodschap van Jezus Christus, het Evangelie, niet de blijde boodschap, maar de goede boodschap. Goede boodschappen hoeven niet altijd blij te zijn. Het goede nieuws van Christus is daar nog niet volledig doorgedrongen. Er is altijd plaats om, te, om je af te vragen: hebben we het woord van God voldoende. Ontvangen hebben we het voldoende ons leven laten veranderen of hebben we het volledig overgeleverd gekregen? Hebben we veel gekregen, maar hebben we dat woord verraden? Zijn we het weer kwijtgeraakt? In andere woorden gezegd, hebben we het evangelie ontvangen, maar vervolgens kwijtgeraakt of hebben we het nog niet volledig ontvangen? Die vraag moeten we nu stellen. Op de achtergrond spelen die vragen eigenlijk als een soort van echo van de stem van Christus door de eeuwen heen. En het valt, mij af, het valt mij op dat juist in onze tijd dat zo duidelijk zichtbaar wordt. Het wordt steeds duidelijker zichtbaar wat werkelijk de woede is van de mens, in het hart van de mens. Over de ongerechtigheid in het verleden. Over uh, het gevoel van verlatenheid in het verleden. Vragen van het menselijke hart waar Christus het antwoord op heeft. Als je in een oorlog helder, helder wil zien, kun je twee wegen volgen. Follow the money. Dat wil zeggen. Volg de sporen van het grote geld, wie wat waaraan verdient. En dan ga je steeds verder weg van het front, van het echte gevaar, maar ook van de verantwoording. Je komt steeds meer terecht in een domein van machten die conflicten veroorzaken, maar daar nooit verantwoording voor hoeven af te leggen. U hoort misschien op de achtergrond een. Een vliegtuig van de luchtmacht dat hier overvliegt, een transportvliegtuig, heel toepasselijk. Op grote afstand zijn er altijd krachten in een oorlog. Machten, en daar hoef je geen complottheorieën over te hebben, je kunt dat gewoon vinden door te zeggen: Follow the money. En die machten hoeven nooit verantwoording af te leggen. Als je dat doet. Dan raak je eigenlijk niet zozeer het spoor bijster, maar je komt in een hele duistere sfeer terecht waar je eigenlijk de schuldigen niet meer kunt aanwijzen en je kunt afvragen: zijn ze schuldig? Of zijn ze bezig zichzelf al aan het straffen? Wanneer je in grote conflicten de echte machthebbers vindt. Die leven zo ver van de realiteit, zo ver van het gewone menselijke contact en dus ook zo ver van de verantwoording die de mens nou juist zo, zo nobel maakt. Die mensen zijn zo ver, ver verwijderd van de verantwoordelijkheid, waardoor ze hun volwassenheid tegenover God zouden kunnen laten zien. Dat je je afvraagt: moeten die mensen nog gestraft worden? Of zijn ze al bezig zichzelf aan het straffen? In die totale eenzaamheid, die eigenlijk volledig opgeslokt is in de ijdelheid. Daar kom je in terecht als je zegt: follow the money in iedere oorlog. Follow the money. Je komt bij een domein terecht waar eigenlijk geen begin en geen einde is, geen onder en boven, geen links en rechts, ook niet in politieke zin. Alleen maar ijdelheid. Ijdelheid der ijdelheden. Tota ijdelheid der ijdelheden. Totale zinloosheid en gevangenschap van uiterlijkheden. Het is niet echt uh, opbeurend om uh, follow the money te zeggen. Je komt wel interessante dingen tegen. Maar wanneer je werkelijk helder wil zien, dan moet je niet zeggen follow the money maar follow the anger kijk naar de woede en zo je wil de vechtlust bij iedereen die persoonlijk niet eens een idee maar persoonlijk fysiek radicaal is ook al is het maar om gewoon het erf van zijn boerderij te verdedigen of van zijn stadswijk die aan puin wordt geschoten en kijk in hoeverre die woede verwijst naar de dorst in het mensenhart, in het mensenverstand en in de mensenziel, de dorst naar gerechtigheid? Follow the anger. Follow the anger van de Russen, de Oekraïners, de Tsjetsjenen, die overigens aan beide kanten meevechten. In die anger, in de woede, vind je altijd iets terug van menselijke waardigheid. Dat is een van de dingen die ik heb geleerd toen ik zeven jaar lang gevangenisaalmoezenier was. in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Waar dus allemaal mensen, vooral mannen, zaten die. uit een totale chaos kwamen. Een, een politieke structuur waar alles door de overheid was gejat. Waar je permanent. Niet alleen in de gaten werd gehouden, maar waar je ook permanent in staat van beschuldiging stond. Je kon het nooit goed doen. En juist degene die niet bij de KGB gingen of de geheime dienst, degene die niet een uitweg in de drank zochten, dat waren de echte mensen die hun waardigheid weer zochten. In verantwoording. Kijk, daar gaat hij. Een Hercules. Ik beschouw dit niet als storing in mijn uitzending, maar meer als decoratie. Die woede. Daarin vond ik de waardigheid terug. Oké, okay, wij noemen dat dan mafiosi of georganiseerde misdaad. of uh, straatjeugd. Of, uh, nou ja, we hebben natuurlijk een prachtige termen daarvoor. Het pastorale woordenboek zit vol met mooie woorden over dit soort figuren. Maar ze verdoezelen, verdoezelen de waarheid. In hun woede was iets terug te vinden van de menselijke waardigheid. Ik wil verantwoordelijk zijn. Ik wil iets doen, ook al ben ik maar binnen, bijna binnen een kleine kring erkend en herkend en gekend, maar ik wil binnen die eigen kring wil ik mijn eigen wet vormgeven. Ik wil verantwoording afleggen tegenover de mensen die ik kan vertrouwen, en dat zijn er maar heel weinig. Follow the anger. Follow the anger bij de Oekraïners. Follow the anger bij de Russen. Follow the anger bij iedereen die aan het conflict deelneemt. Zelfs met die, die, die onverervaren jongens uit Engeland... die daar nu, nu naartoe gaan door beelden die ze op de televisie hebben gezien. Is het informatie? Is het desinformatie? Die weg wil ik ook gaan volgen, de komende uitzending. En u vraagt zich misschien af... Waarom in een serie die Filioque heeft, heet, dat gaat toch over een dogma? Ja, Filioque gaat over een dogma. Maar dat Filioque, dat dogma, heeft onze samenlevingen bepaald. Heeft het christendom vorm gegeven? Of niet? Zonder Filioque heeft het christendom een hele andere vorm. Mist er iets aan het christendom? Het is heel. Akelig Omdat filioque nooit te hebben ontvangen als dogma. Je christendom blijft als het ware in de modder van de gevallen menselijkheid steken. Het ontbreekt aan waardigheid, het ontbreekt aan verantwoording, het ontbreekt aan wil om verantwoordelijk te zijn voor je leven. Maar ja, als je het filioque kwijtraakt, dan gebeuren er ook hele rare dingen. Dan krijg je in feite een heel bizar fenomeen. waarin een samenleving collectief, gemeenschappelijk. de leugen kiest. Tot hele absurde uitingen gaat komen. Bijvoorbeeld, het is een beetje een stokpaardje van me: die collectieve absurditeit die je in de reclame ziet. Allemaal volstrekte futiliteiten, zinloze dingen, rotzooi die we niet nodig hebben, die ons wordt aangeboden om iemand te worden. Om onze ziel vrij te kopen van onze minderwaardigheidscomplexen. Commerciële reclame breekt onze waardigheid af, breekt onze verantwoordelijkheid af en maakt ons slaven van troep. Van dingen die we kunnen kopen die we helemaal niet nodig hebben. Hoe dan ook, ik wil die weg gaan volgen de komende keren. Follow the anger.